Hi there, welkom op deze examentraining. Ik ben juf Johanna en vandaag behandel ik het Engels Centraal Examen voor HAVO 2017, tijdvak 1, tekst 9, Kent Anti-Bullying Coordinator. Als het goed is heb je een kopie voor je liggen van het examenboekje en van het vragenboekje, zodat je aantekeningen kunt maken. En dan gaan we nu beginnen met tekst 9. Allereerst kijken we even naar de tekst om te zien wat er opvalt aan de tekst. Bovenaan staat het brievenhoofd, of hoe zeg je dat, het kenmerk van de organisatie, Project Sales. Daar staat onder Kent Anti-Bullying Coordinator. Nou, bullying is pesten, anti-bullying is dus tegen pesten. En Kent, dat ken je misschien als een naam van een man of van een jongen, Kent. Maar het is ook de naam van een provincie, ten oosten van Londen, Kent. Coördinator. Coördinator kennen we in het Nederlands ook, omdat hij iets organiseert. En dan wordt er een salaris genoemd. Oké, dus hier zie je aan dat het een advertentie is voor een baan. Voor een baan als coördinator tegen pesten, in Kent. En dan staat eronder salaris, en dan 30 hours preferred, en dan part-time, full-time, flexible, okay, allerlei soorten mogelijkheden. Location, county-wide. Oké, daar moet je opletten. Er staat dus niet country-wide, dat is over het hele land, maar county-wide. En county betekent provincie. En dat klopt dus met het woord Kent, want Kent is een provincie. Nou, dan staan er verder nog wat niet meer dik gedrukt, zoals passionate about tackling bullying, professional credibility, solutions, motivated individual. En dan kun je je voorstellen als je als schrijver van die advertentie dat je dit soort dingen dik zou drukken. Kijken we even helemaal onderaan. For more information, bladibla, for an application pack, bladibla, en dan closing date enzovoort. En de ene laatste zin, de laatste zin voordat het dik gedrukt wordt staat fixed term until next June. Extension subject to continued funding. Oké, dus het is voor een termijn tot volgende juni. En dan uitbreiding of verlenging. Dat hangt af van de verdere fondsen, of er nog fondsen zijn voor. Maar in elk geval tot eind juni. Nou, dan gaan we nu kijken naar de vragen wat we daaruit op kunnen maken. Hoe moeten we dit lezen? Eén vraag, zie je dat? Vraag 36. Geef van elk van de volgende beweringen over de vacature van Project Sales aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst. Oké, dus dit is een juist-onjuist vraag. En er zijn vier mogelijkheden, allemaal in het Nederlands, dus die gaan we allemaal lezen. De nieuwe werknemer zal anti-pesttrainingen aan leerlingen geven. Nou, we hebben gezien, het is een advertentie voor een nieuwe werknemer, dus dat klopt. Anti-pesttraining hebben we ook gezien, want het ging over anti-bullying. En aan leerlingen, dat weten we nog niet. Aan wie gaat hij ze geven? Dus daar moeten we op inzoomen. Aan leerlingen, ja of nee? 2. De nieuwe werknemer zal scholen verspreid over heel Groot-Brittannië gaan begeleiden. Wat hebben we gezien over de locatie? Dat het in Kent was. En het was county-wide, niet country-wide. Dus hiervan zien we al meteen dat die fout is. Laten we dat met blauw doen. Een beetje hoger. Zo, die is fout. 3. Er wordt een baan voor onbepaalde tijd aangeboden. Ah, daar hebben we ook al iets over gelezen. Weet je nog onderaan? Fixed term until next June. Die kunnen we ook nu al zien, dat die niet goed is. Dan moeten we nog 2 dingen bepalen. Nummer 4 nog. Het uitwisselen van ervaringen is onderdeel van de werkzaamheden. Oké, dus dat ga ik ook even onderstrepen. Uitwisselen van ervaringen. Dat is een van de taken die je dus moet doen. Dus nu moeten we de tekst bekijken, gaan we straks snel overlezen en dan gaan we in ons hoofd houden. Training aan leerlingen, ja of nee? En is uitwisselen van ervaring onderdeel van de werkzaamheden? Oké, dan gaan we terug naar de tekst. En om dan niet steeds terug naar de vragen te moeten, schrijf ik hier eventjes bij, bovenaan. Die twee statements, die twee uitspraken waar we nog niet het antwoord van weten. Dus dat is trainingen aan leerlingen. Is dat onderdeel van de taak?
antipesttrainingen. En die andere, nummer 4, was uitwisselen van ervaring. Dat was dat onderdeel van het werk. En dit was dan 1. Ik moet het goed zeggen. Dit was 1. En dit was 4. Ja, want 2 en 3, die wisten we al. Daar gaat hij. Are you as passionate as we are about tackling bullying? Have you got the professional credibility to support and challenge head teachers and senior managers to recognize the issue and tackle the causes while offering creative and evidence-based solutions? Okay, dus in deze vraag, die we dus nu hier gezien hebben, in deze vraag, daar zie je met wie je gaat werken. To support and challenge head teachers and senior managers. Dat is niet leerlingen. Maar misschien komt leerlingen nog vaker verderop aan de bod. En hier weet je alvast, dit geeft alvast een clue voor wat betreft de eerste uitspraak. Ik ga verder lezen. Are you a motivated individual looking for a challenge in a role you can make your own? If your answer is yes to these 3 questions, then you may be interested to hear we are currently looking to appoint an anti-bullying coordinator to sustain and further develop the excellent practice we have already established. Nou, dus als je allemaal ja zegt op die vragen die ze gesteld hebben, of je gemotiveerd bent, of je tegen bullying bent, enzovoort, dan ben jij misschien degene die we zoeken als coördinator. Dan ga ik doorlezen. As a professional in the educational field, you will be well versed in issues of bullying and will demonstrate a good knowledge of the Ofsted framework. Ofsted zie je zo'n eentje bij staan, een footnote, want dat betekent Office for Standards and Education, de schoolinspectie. Okay. Dus als je gaat werken als zo'n professional tegen pesten, dan moet je goede kennis hebben van wat de inspectie over pesten zegt. You will be committed to sharing best practice and demonstrate the skills and capabilities required to keep the profile of anti-bullying high. Okay, dus hier wordt het eerste stukje wordt gezegd over wat je moet weten in dit stukje. Wat je moet weten. Goede kennis en zo. En het tweede stuk, you will be committed to sharing, wat je moet doen, sharing best practice and demonstrate the skills. Sharing best practice, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je weet hoe je bullying aan moet pakken, hoe je pesten aan moet pakken, en dat je dat deelt met anderen. En sharing best practice, dat wil zeggen dat je ook open staat voor wat anderen hebben geleerd over hoe je met pesten omgaat en hun beste methoden. Dat je daar kennis van neemt. Dus een soort uitwisseling. Oké, okay, kijken we eventjes naar boven. Wat stond er ook weer bij 4? Uitwisselen van ervaring. Oké. Okay. Dus daar zou dit op kunnen slaan. Sharing best practice. Uitwisselen van ervaring. Demonstrate the skills. Bla bla. Dus hier, dit zou een antwoord kunnen zijn op 4. Gaan we verder lezen. Project Sales is a social enterprise established to deliver services previously undertaken by Kent State Schools. Aha, dus dit stukje, dat gaat over wat Project Sales is, de organisator, wat dat voor iets is. The organization is bladibladibla. En dan de laatste alinea. En het gaat allemaal over de organisatie. En dan we are looking for an experienced, talented individual with the energy, enthusiasm and the professional credibility to continue to drive this service forward. En dan staat er weer wat voor iemand ze zoeken die enthousiast is en die professioneel is en zo. Nou, dan komen we terug. In de kantlijn heb ik bij 1 gezet. Op wie die anti-pest training gericht is. En er staat hier head teachers en senior managers. En dat is niet leerlingen. Dus bij 1 kan je dus een kruisje zetten, die is niet juist. En dan bij 4... sharing best practice, het uitwisselen van ervaring, dus die is wel goed, die is juist. Dus nou, moeten we even terug naar de vragen, dan weten we dat 1 is niet juist en 4 is juist. Nou, gaan we dat bij de vragen erbij zetten. 1 was niet juist.
En 4 was juist. Nou, dan staat er bij de... of deze juist of onjuist is, eigenlijk moet die kruisjes moeten zijn een ootje. Van onjuist. Hè? Dus als je nou strakjes je antwoordblad erbij haalt, dan vind je daar die 4 mogelijkheden en dan zet je onjuist, 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 juist. En dat zijn de juiste antwoorden op de vraag van tekst 9. Bedankt voor het meedoen en tot het volgende filmpje.